Maat, als dit mijn geld gaat kosten, Dan. welke inwendige moet ik kopen? Nou, dan ben ik echt niet blij. Want ik koop niet voor niks een Custom Plus Genk. Nee, precies. Maar ja, ik vind de staf de laatste tijd toch al sowieso vervelender worden. Yo kijkers Yo, van kijkers Gewoon van Gerlof. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben we weer een stafserie. Drop allemaal een like en abonneer op mijn kanaal. Ik ben hier met wat andere stafleden, dus pas ook op voor hun als je aan het hacken bent op de server. En ja, Lil Tommy heeft nog een kerstmuts op. Ik heb nog geen idee waarom. Laat het weten in de comments. Zwag. En geniet van deze video. Let's go. Hoezo vries je me eigenlijk? Ja, zo Ik kloot heb ze is mijn gedaan, man. PSS-reden nooit vertellen. Oké. Dat is nieuw. Oké, nee, het zal wel. Yep. Ik ben wel echt vies hacker, man. Ik moet wel zeggen. We gaan het zien. Grapje. Oké. Wat moet ik nu doen? Ik heb het gedownload. Kun je niet meer in je muis zitten. Oké. Ik heb wel een mooie achtergrond. Geil. Zeker. Even kijken. Oh, nog twee. Ja, hey. Wat? Heb je Shadowplay? Nee. Dus Alt-Z? Alt. Z. Dit is je main webbrowser. Ja. Kun je deze even voor mij testen? Is goed. Heb jij Ik wist niet eens meer toevallig dat ik die had trouwens. Infispot bij je? Nee. Oké, even Nee, kijken. volgens mij werkt het niet. Probeer ik voor hoe noem je het? Bedwars. Ja, wacht. Bullish. Ga even kijken. Doe je muis, kijk naar die guy, naar die invis. Kijk naar die invis, ja. Ja, het is wel even spek. Ik wist het niet. Ah, oké. Heel eerlijk gezegd. Kan gebeuren, maar dat is wel een ben. Shit, ja, ik snap het. Alright. 90 dagen, hè? Yep. Hoe is dit 90 dagen? Dat is mijn eerste ban. Dat is het gemiddelde. Client found DNSS. Goh, dit is geen client, maar goed, maakt niet uit. Ja, je kan een Het zal ticket wel. maken als die vals is, als je dat denkt, maar. Ja, nou ja, heel eerlijk Rustig gezegd, aan ik en wist niet eens meer probeer dat ik niet hem had, meer. maar goed. Ja, ik zou hem uninstallen, man. Je ziet nu wat het je heeft gebracht. Ja, nee, oké, sure. Last season I tried to hide my invis packs. Mhm. But I failed and I deleted the inspector original one. And I changed the files of the original one. So I think this one is default and has no particles. But it could be that it is the red invis pack. But I don't know if it Yeah, is, if I got we to see. delete Go to single player. That's an invis pack. I know the Yeah, particles. I know the I wanna see it. Here. I know the particles. Nah, bro. Should I actually tell you what I played with? I Yeah. didn't use it, but Hey. Yeah, but actually, look, that what I told was actually truth. But you know what? I really forgot to delete it. That's the real invis pack what I use normally. Yeah. Dog shit that I forgot to delete the fucking pack. But Yeah. yeah, I usually play with. Oké, kan je de code invullen 540? Ja, daar staat hij al. Kent. Wil je deze van Ja, mij ik heb even dat overzetten? ooit eens een keer gedownload, maar die werkt sowieso niet. Ga even kijken of het werkt. Heb jij een invispack? Ik bedoel, Um. een invispot. Die mag je wel even Ja, pakken. die heb ik. Oké, mag je even pakken. Ik heb het eens een keer gewoon getest voor oude servers, maar ik ben het gewoon vergeten te verwijderen. Ja, dat is een invispack. Ik heb zeg maar hier nog nooit gebruikt. Aangezien ik weet dat je daarvoor geband kan worden. Oké.
Dan mag je zo even een ticket maken en dan kan het SS-team erover gaan. Omdat je een invispec in je pack folder hebt. Ja, maar ik heb die zo lang niet gebruikt dat ik nog niet eens wist dat hij erin stond. Maar als je denkt dat de band vals is, kan je ticket geld, maat, als dit mijn geld gaat kosten... Dan? Dat ik een unband moet kopen, nou dan ben ik echt niet blij. Ja, maar waarom heb je überhaupt een invispec? Je vindt het zelf toch ook kut om gekild te worden door iemand die invispec heeft? Ja, ik vind het zelf kut, maar het was eens een keer gewoon om te kijken. Alright, dan zorg ik ervoor dat de SS-lead ernaar gaat kijken en dan hoop ik voor jou een unban. Maar ja, laten we uitgaan van het beste. Alright. Want ik koop niet voor niks een custom plus rank. Nee, precies. Maar ja, ik vind de staf de laatste tijd toch al sowieso vervelender worden. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld Golden Apple. Daar doe je geen 20 seconden om in te nemen. Ja, als je dat gerecord hebt, dan krijg je natuurlijk gewoon een... Ja, ik zet toch geen 24/7 records aan. Je hebt toch Shadowplay? Ja, weet je... Shadowplay record altijd, als je dood bent, die Shadowplay. Ik wist nog ineens welke sneltoets dat was. Goedenavond. Hallo. Yo. Wil je admitten voor een kortere ban? Ik weet niet waarom. Dit is mijn eerste keer. Kan je me uitleggen? Nou ja, ik mag je natuurlijk niet de SS-reden vertellen. Maar als jij admit, dan heb jij voordeel. Dan word jij korter geband. En stel jij wil niet admitten, dan moet ik jou screensharen. En stel ik vind dan iets, dan heb je wel 3 maanden ban. Minimaal. Oké. Dus als jij... Als jij nu iets aan het user bent, dan raad ik je zeker aan om te admitten. Ja, nee, dat staat er niet meer. Je zag daar zeker impact staan, of wat? Ja. Ja, dat is omdat ik gisteren op een Anarchy server ben geweest met een vriend. Ah, oké. Probeer. Gewoon gelijk voor alles een beetje goed uit te leggen. En dat is een invispec, dat je zeg maar rode particles ziet. Ah, oké. Okay. Maar je weet wel dat dat niet mag, toch? Nee. Die heb ik doorgestuurd gekregen van een vriend. Oh, oké. Okay. Ik ga niet zijn naam zeggen, maar die heb ik gewoon doorgestuurd gekregen. Ah, oké. Okay. Je hoeft ook niet te zeggen wie het is. Ik een vriendje even, pak even een invispot. Oh, ik... Wat? Yo, pak even een nieuwe spot. Want stel, er komen geen rode particles vanaf, dan ja. Ja, er komen wel rode particles vanaf. Ah, oké. Okay. Als het goed is. Hier, dat. Ja, oké. Okay. Dat, zie je dat? Ja, ik zie het. Je weet dat het bannable is? Dat weet ik niet. Oh, nou ja, dan weet je het bij deze. Ja, hiervoor moet ik je bannen, snap je? Dus... ik zou deze pack verwijderen. Oh, dat is wel... En daarna kan je gewoon weer spelen. Nou ja, je hebt hem in je pack folder, dus dat is echt genoeg. Ja. Dus ja, ik zou hem verwijderen, man, want je ziet nu wat het je brengt en dat is niet heel goed. Gaat het, buur? Hé, hey, ja, ik wacht eens even. Wat? Buur! Hey, oh! Kijk nou! Daar! Daar, buur! Wat? Kijk daar! Achter staat nog een hele vuilnisbak. Er zit vuilnis in. Kijk maar. Ja. Nou, keer toch om. Oh ja, tuurlijk. Hop. Hartstikke goed. Nou,